Uit voorlopige data van het ministerie van Volksgezondheid wordt geconcludeerd dat het aantal nieuwe HIV-infecties mogelijk weer toeneemt. Door de COVID-19-pandemie is de terugrapportage van data enigszins verminderd. De slogan voor Wereld AIDS-dag dit jaar is Equalize en geeft de essentie van de richting waarin de oplossing gezocht moet worden concreet aan. In verband met Wereld AIDS-dag heeft Stichting Double Positive in de binnenstad informatie verschaft aan voorbijgangers. HIV-counselor Jolanda Verdies geeft aan wat deze dag voor haar betekent. We willen voorkomen dat mensen dus weer nog steeds massaal aan AIDS overlijden. Het gebeurt iets minder, maar er zijn nog gevallen dat mensen nog overlijden. Misschien mensen die therapie ontrouw zijn, weet je, hun medicijnen niet drinken of die het ontkennen, die niet durven te gaan testen. Weet je, eigenlijk interesseren ze niet eens meer hoe hun leven is. Weet je? En dan wanneer het ontdekt wordt, dan is het soms al laat. Het is heel belangrijk, ook voor mij. Ik leef zelf ook al 16 jaar met HIV. Ik gebruik 13 jaar remmers. En ik zeg, de medicatie zijn de lifesavers. Ik wil niet aan AIDS overlijden. Dat wil ik mijn familie ook niet aandoen, omdat er medicijnen zijn. Er is de mogelijkheid om oud te worden met HIV. En je kan gewoon gelukkig leven met je HIV-status. Je moet alleen maar weten van verantwoordelijk seksgedrag. Internationaal is overal duidelijk dat ongelijke toegang tot HIV-preventie en zorg de kern is waardoor HIV niet verder teruggedrongen wordt en in sommige gevallen zelfs weer toeneemt. Voor het ministerie van Volksgezondheid ligt in 2023 het accent op het beschikbaar maken van HIV-preventieopties, als pre-exposure, profilaxe, als ook het uitbreiden van HIV-testopties voor de gemeenschap. Verdies geeft verder aan dat de voorlichting de wensen overlaat. Natuurlijk heeft het zin dat wij veel meer voorlichting gaan geven omdat het is gaan verwateren, toch? Dus ik denk dat we het weer moeten oppakken, dat het belangrijk is dat we het oppakken om weer voorlichting te geven. Ja, en het is nodig. De scholen kunnen bijvoorbeeld aankloppen bij Stichting Double Positive voor voorlichting. We gaan ook naar gevangenissen, jeugdgevangenissen en zo, volwassenen, vrouwen. We zijn wel lang niet geweest. De laatste keer was bij opa Doelie en zo. En het heeft ze heel goed gedaan, want daar spraken we over de boegroes en zo. Weet je, die gezet werden. Dus de voorlichting is heel, heel erg belangrijk. Ik hoop dat het weer opgepakt wordt. En ik zal, ik kan niet veel beloven, maar ik zal kijken of ik het weer via een station zal doen. Op Wereld AIDS-dag is het als persoon een goed moment om in het kader van HIV eraan herinnerd te worden dat voorkomen beter is dan genezen. Je status kennen motiveert om negatief te blijven en helpt om indien positief tijdig behandeling te zoeken. HIV-behandeling werkt echt, onderstreept het ministerie van Volksgezondheid in een vandaag uitgegeven persbericht.